Zo is het, Frank, gaat allemaal goed? Druk. Ja, je komt binnen en je begint gelijk van alles te doen, te bellen, te regelen. Ja, dat is als je er even niet bent, dan ben je altijd weer snel hard nodig, ja. Ja, maar jij bent natuurlijk, je bent eigenaar of ja, mede-eigenaar? Of? Ja, ik doe het samen met mijn vader. Nog steeds, hè? Die werkt nog steeds mee? Ja, die is nu op het moment geopereerd aan zijn handen. Ja. Dus je hebt het wat druk. Uit, dus ik moet het in mijn eentje doen, ja. Hé, hey, maar hoe lang zitten jullie nou hier op het industrieterrein? Op het industrieterrein, dat is ongeveer sinds 2016, dus het is... Het is alweer vier jaar. En bevat het allemaal, je gaat het allemaal goed met jullie? Ja, natuurlijk, zeker. Ja, het is natuurlijk heel wat anders dan toen we alles nog in de Spanjaardstraat hadden. Ja. Het was natuurlijk veel te klein en omslachtig om daar zo nog een beetje fatsoenlijk... het was gewoon niet gemaakt voor een groothandel. Nee. Kijk, voor het winkeltje wat er nu nog steeds is perfect, maar we zijn toch ook heel erg gegroeid in de groothandelssector, dus vooral heel veel horeca is erbij gekomen. Ja, het is niet dat ik jullie minder zie rijden, want ik ben een paar jaar terug ben ik eens met Egg in mee geweest, de stad langs de routes, maar dat gaat maar door bij jullie. Je weet het zelf natuurlijk ook, het toerisme is enorm hot in Zeeland. Die klanten, daar zijn we enorm in groeien. In Middelburg zaten we altijd al wel. De laatste jaren zijn we ook wat meer uitgegaan, uitbreiden. Ja, is meer richting Goes. Oh ja. En ook naar Ierseke. En zelfs tot Hogeheide komen we op dit moment. Jullie zijn echt een Zeeuws bedrijf geworden. Dat is groei. Dat klopt, ja. We proberen nu ook nog wat voet aan wal te zetten op Schouwen. Oké. Dat is nu nog niet veel, maar goed, je moet ergens beginnen. Ja. Als je het goed vindt, ga ik een beetje rondlopen en een beetje in de productieruimtes kijken. Ja, zeker. Ja. En dan kan jij lekker verder met je werk. Ja, welkom bij de VON en succes hier verder. Ja, dankjewel. Wat zeg je? Ja, ik ga lekker poetsen. Ja, dat is ook belangrijk. Hygiëne. Hé, nu sta je er toch? Ja. Jouw gezicht ken ik vooral nog uit de lange file. Daar heb jij jaren gestaan, toch? Klopt. Hoe heet jij? Ankie. Dag Ankie. Hoi. Hey, hoe lang werk jij al voor de baas? Bijna 25 jaar, dus zo dan. Ik verwacht een enorm cadeau. Ja, ja. En fruitschap. Ja. Zoiets. Oh, dat is echt al heel lang. Ben jij daarmee de langste in dienst? Of? Nee, David zit er nog langer. Ja, denk ik. Sinds mensenheugen. Ja. En hoe is dat voor jou? Want in de lange file stond je natuurlijk bijna dagelijks. Nu sta je nog wel eens in de Spanjaardstraat. Ja, klopt. Eén dag in de week. En dan de rest hier een beetje. Maar is dat heel ander werk voor jou dan? Dit is toch wat meer productie en... Ja, het is heel ander werk. Ja. Is het wel leuk? Is het leuk om te doen? Ja, je mist wel een beetje contact met de klanten, maar ik heb wel superleuke collega's. Ja, dus, met je gekkigheid kan ook wel inderdaad. Ja, dat gaat wel heel goed. Ja. Ja. Jij bent nu al je krijgt het zo binnen en dan ga je dit even schoonmaken van de week. Ja, ik snij er zelf nog wat bij op. Ja, oké. Okay. Waar kopen jullie eigenlijk alles in? Ga je daar naar een grote veiling zelf? Of? We kopen in bij veilingen, groothandels en wat ons sekspunt is van zoveel mogelijk boeren hier uit de buurt. Hey, wat ik nou ook zo net zag in een oogopslag is dat jullie zijn ook heel veel bezig met productie. Dus, en in wat grotere hoeveelheden? Jullie hebben ook een kookruimte. Ja, precies. Leveren jullie kant-en-klare aan de horeca? Ja, kant-en-klare maaltijden leveren ook wel wat aan de horeca, maar dat is eigenlijk met name voor ons winkeltje in de Spanjaardstraat. Ja, daar eet ik regelmatig. Ik had gisteren had ik nog een schotel van jullie met spruiten. Ja, precies, kijk. Ja. En goed, dat is daar wordt met name voor gekookt. En de rest van de productieruimte, dat is dus het verwerken van groenten gewoon, dat is met name voor de horeca. Ja. Ja, ik hoorde ook al eens waaien dat er zijn natuurlijk best wel tekorten in de horeca met koks. En ze zoeken zich helemaal verloren naar nieuwe koks. Dus daar zijn jullie wel een soort aanvullend op bezig dan? Ja, precies. Daar speel ik enorm met in. Daar hebben we ook de laatste jaren eigenlijk heel veel in onze machinerie op geïnvesteerd.
Dus om toch het snijwerk uit handen te geven, de koks, zodat ze wat meer lucht hebben voor andere dingen. En hoe is dat bij jullie met, want dat vind ik dan ook wel mooi, ik sprak net Anki, bijna 25 jaar in dienst, David nog langer. Ja, doen we toch wel iets goeds, denk ik. Ja, nou, dat wel. Dus, maar zit jij ook gewoon goed met personeel of zit je ook wel eens krap? Het is soms ook wel, kijk, dat is, nu heb je het over de oudere garde. Ik moet zeggen, de nieuwe garde hebben wat meer, is moeilijk. De nieuwe aanwas vind ik moeilijker. Om daar goed gedreven personeel uit te. Ik hoor van heel veel mensen in de retail dat het taai is op het moment. Mag dus, het? Dat is echt wel pittig. En zeker natuurlijk ook omdat het toch best wel. Kijk, nu is het laatste seizoen. Maar het verschilt dus ook. Het laatste seizoen wordt steeds groter. En dus je kan wel met heel veel personeel zitten. Maar als je in de winter ze niet aan de gang kan zetten, is dat ook niet prettig natuurlijk. Maar voorlopig kan die oude lijnster nog steeds niet echt met pensioen. Nee. Liever niet. Nee, dat zal hij nooit doen, denk ik. Nee, precies. Dat is in zijn bloed. Hij heeft maar één hobby en dat is eigenlijk dit. Ja, zijn werk. Op vakantie gaan, maar ja, om nou heel je leven op vakantie te gaan, dat is ook niet altijd. En ik zag hem laatst volgens mij met een kinderwagen, kan dat? Ja, dat is eigenlijk een van zijn eerste hobby's die hij uiteindelijk is bij heeft gekregen. En wat hij ook wel leuk vindt is zijn kleinkinderen. Opa zijn, ja, precies. Ja, dat is heel mooi. Oké, dank. Zie ik hier, is dit soep of is het saus? Dit is soep. En die heb je vandaag vers gemaakt? Ja. Dan is die teruggevoeld en dan kan die nu naar de winkel. En is daar veel vraag naar jullie soep? Ja, dat is heel lekker. Wat is dit dan voor soep? Dit is thuis een curry soep. Oké. Met riviergreepjes. En hoeveel soepjes maak je dan op een dag? Ik heb vandaag twee gemaakt. Oké. De ene is al weg. En dat is dan gelijk een paar liter? Ja, liefertje of 10, 12. Oké. Okay. Ja. Koop je thuis ook nog vlees? Af en toe.